Sony Media. Dit is Met z'n allen de podcast, waarin ik, Gwen van Poorten, iedere aflevering in jouw anonieme vragen duik. En omdat samen advies geven leuker is dan alleen, zit ik hier vandaag met niemand minder dan... Jiva Kusenoe! Yeah. Wat leuk dat jij er bent. Dankjewel. Ja, ik vind het ook leuk om er te zijn. Wat doe jij niet? Want je presenteert, je acteert, je zingt. Ja. In het Engels noemen ze dat een triple threat. Ooh, weet je dat? I like it. Ja, ik schaamde me dus altijd een beetje voor die soort van combinatie. Want ik ben Jiva en ik hou van zingen, presenteren en acteren, weet je wel? Maar ik kan niet heel goed dansen. Ik ben volgens mij echt de enige Ghanese die niet kan dansen. Heb je geen goed ritmegevoel of is het echt qua moves? Ja, ik heb wel ritmegevoel, want ik zing, ik maak muziek. Dus ja. Het is niet het ritme, maar het is denk ik toch een soort van awkward manier van bewegen. Ik zie het ook bij mijn vader, ja, dus twee Ghanese die niet kunnen dansen. Het is gewoon, ik voel het wel, maar ik heb me laten vertellen dat het er niet heel smooth uitziet. Maar je had dit dus al vanaf heel jongs af aan dat je dit leuk vond en dat je dit wilde, of ja. Niet? Ja? Ja. Ja, ik had echt, volgens mij toen ik 5 was, had iemand me op straat een keer aangesproken of ik auditie wilde doen voor een kinderserie. En toen was ik het net niet geworden, maar dat had wel zo'n soort knop omgezet dat ik dacht, oké, en ik kan vrij van school krijgen. Want ik vond school wel leuk, maar ja. Ik dacht, ja, als ik er niet hoef te zijn, dat was echt al... En gewoon nieuwe mensen en op zo'n set. En ik vond het allemaal gewoon zo spannend. Dus toen ben ik altijd gewoon een beetje audities blijven doen. En ook zingen. Ik zong in een koor. Het was wel klassiek, dus wel anders dan nu, maar... Ja, wel echt een kind die zo 1000 dingen deed. En mijn ouders zaten altijd van, hou op. Oh ja? Ja. Ja, ze brachten me ook nooit naar dingen. Dus ik ging altijd vet jong met de trein. En dan zaten die mensen bij die auditie zo van, waar zijn je ouders? En zat ik, ja, die zijn er niet, maar komt goed. En hoe oud was je toen? Ja, vanaf mijn 7e, 8e of zo. Maar toen ging je alleen met de trein? Ja, maar mijn moeder bracht me dan wel naar het station bijvoorbeeld in het begin. Ja. Vooral met die concerten van mijn koor. En dan was er vaak ook wel iemand om me dan weer op te halen. En ik ben ook wel eens te lang in een trein blijven zitten. En toen was ik opeens ergens anders. En ik zou huilen, mijn moeder bellen en zo. Oh. Dus ja, maar het was wel goed. Want je leert wel een soort van, als je iets wil, dan moet je het gewoon zelf regelen. Dat ja, is... en dan zie je maar wat één zo'n klein sprankeltje van zo'n set. En de mogelijkheid van, hallo... Volgens mij kan ik dit gewoon gaan doen. Ja. Wat vet dat het dan in één keer zo'n deur openzet... en dat je er dan voor durft te gaan. Want een hele hoop kids hebben helemaal geen idee dat dat kan. Dat het een optie is. Nee. Ja, ik moet ook zeggen, het is echt geluk dat... Dus ik weet nog steeds niet wie die vrouw is... maar die me ooit heeft aangesproken op straat of mijn moeder dan... Ja, ik zou haar echt wel een keer nog willen zien en willen vertellen van... dankzij jou doe ik nu wat ik doe, ja. En je hebt ook in een koor gezeten. Even over muziek, hè? Ik ben er dus achter gekomen dat ik geen toon kan houden. Ja, maar dat is een ding toch met muziek. Het gaat om toon kunnen houden. Wel een beetje. Maar hoe werkt dat met. Dus als jij een geluid maakt, dan moet ik dat kunnen matchen. Want je ziet toch. Kunnen we dat even doen? Ja, ik wil het heel graag proberen. Ik heb dit al de hele week doe ik dit met mijn vriend. En die komt niet meer bij. Maar ik snap. Kijk, ik kan geen noten lezen. Maar als ik muziek op de radio hoor, denk ik, ik kan wel meezingen. Je voelt het. Ja. Maar ik snap niks van toon. Nee. Oké, hoe doe je dat dan? Ik geloof dat je dat van nature wel hebt. Oké, dus ja, dat is precies wat mijn vriend ook hoopt. Ja. Oké. Perfect. Gewoon, je moet er ook niet te veel over nadenken. Maar nog één. Exact. Was dat dezelfde toon? Ja, je kan heel goed toon houden. De meeste mensen moeten zelfs een beetje zoeken. Maar je hebt hem gewoon in één keer. Ik denk ook dat echt iedereen kan zingen. Maar in ieder geval... 99% van de mensen. Maar in Nederland wordt je gewoon geleerd vanaf jongs af aan van... als je niet echt uitblinkt in zingen, doe het dan maar niet. Mm. Maar en daardoor trainen we nooit onze stem niet. Maar bijvoorbeeld in Ghana, elk kind in de klas kan fucking goed zingen. Gewoon iedereen zingt gewoon harmonieën. Dus daardoor denk ik, het zit in ons, maar het is ook maar net... de maatschappij of zo die dat toelaat of niet of zo. Zie je ons Nederlandse kinderen al zo helemaal lekker gaan in de klas... waar wij zijn gewoon veel te... nuchter daarvoor of zo. Ja, nuchter, maar ik denk ook toch een beetje zo van... ja, hier is het gewoon echt al snel van... als je het niet goed kan, laat maar. Terwijl in andere culturen is het veel meer van... als je iets leuk vindt, doe het. En zo word je beter, weet je wel? Zo, dat vind ik, dit is natuurlijk een veel betere mindset. Ja, dat... jij hebt ook meegedaan met Expeditie Robinson. Ja. Hoe was dat?
Eerlijk. Ja, ik zit ook gewoon na te denken over. Ja, dat herken ik. Ja, dat je denkt, wat kan ik nu? Dat... Ja, heel want, vet. Ja, want ja. Toevallig Vincent hier. Ja, 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 ik had het gezien. Ja, ja. Nee, het was superleuk. En ik ben heel blij met ook de mensen met wie ik zat. Gewoon een hele toffe groep. En echt iets wat ik nooit van mijn leven zou hebben willen missen. Maar als ze nu zouden bellen van laten we nog een keer, dan neem ik niet op. Nee. Wat viel je het meest tegen? Ja, toch wel dat je gewoon... Op een gegeven moment voelde ik me echt gevangen. En dat had ik niet echt beseft. Want ik dacht, oh, onbewoond eiland, vrijheid. Maar het blijft ook een realityprogramma. Dus je bent ook de hele dag bezig met quoten voor de camera. En je weet niks. En als zij zeggen, we gaan nu in een bootje, dan moet je in een bootje. En niemand, ik kan daar niet tegen. Ik ben heel zelfstandig en ik bepaal zelf mijn dagen. En je maakt ook programma's. Ja. En dat ja. is ook moeilijk, hè, om je daarin over te geven. Ja. Dat dan iemand anders, oh, ik heb alleen maar met de verraders meegedaan. Dat is in ieder geval, dat is recent. En dan dat zij dingen weten en dat je ze ook zo... Weet je wel, hoe jij dan, als jij iemand interviewt, exact. Of jij hebt iemand die te gast is bij jou, ja. hoe jij dan naar hen doet van, ja, we gaan dit doen en jij weet al meer, weet mm-hmm. soms ook een soort van knipoog geven. Hoe ze dan bij jou doen. Dat je ja. denkt, ik weet dat ik weet dat meer hier iets achter zit. Ja, ja, ik heb dit bedacht. Je doet dit op mij. Ja, ja. Precies nee. dit. Ja. Niet, joh. Nee. Dat is nooit mijn expeditie. Nee, ik denk het niet. Het was gewoon meer dat ik vond dat eiland vet en de mensen en zo. Maar ik überhaupt een realityprogramma. Ik weet niet of het voor mij is. Echt verschrikkelijk. Ja. Het is heel leuk. Achteraf meestal. Ja. Ja, het werd wel veel leuker. Kijk, toen ik heb het alleen maar met. Ik heb toevallig met Vincent meegedaan. Met, aan de Verraders. Nee, dat was Fort Boyard. Toen zat ik net bij BNN. En de Verraders. Ja. Maar dat hele reality-aspect. Want je weet gewoon dat het alleen maar leuk is als er iets lijps gebeurt. Er moet iets gebeuren, ja. En ik wil niet dat er iets lijps gebeurt. Nee, vooral niet persoonlijk. Dat precies, vind ik moeilijk. Ja. Die andere dingen, weet je, als het opgezet is, een spel. Maar persoonlijke. Dingen, Ruzies. Ja, en ook, ja, ik snap het ook dat je natuurlijk wil filmen als iemand jankt, maar ja, oh. ik wil dat gewoon niet. Dus ik ging ook de hele tijd, had ik zo mijn sneaky plekjes op het eiland, dus ging ik heel ver naar achter, door het water, dat ik wist, oh ja, nu kan ik cameracoer naar niet komen, in een boom klimmen, nou, daar janken, weet je wel. En ja, dan, precies. Maar dan zag ik ze toch er aankomen, ze vonden me altijd. En dan zo, kan je nog eentje wat je doen, dat je zo daar zit te janken? En dan denk ik, ja, dit is niet de vibe, ik wil gewoon even... Rot op! Ja, ja, ik heb bij de Verraders, had ik mezelf voorgenomen, ik ga niet schreeuwen en ik ga niet hysterisch huilen. Ja. Want het is maar een spelletje. Ja. En dat lukte ook. Oh, wow. Al was het best wel. Ik ben best wel onder druk gezet. En nou, toen aan het einde ging ik eruit en dan weet je nog niks. Nee. Dus je weet alleen maar nou, wie je dan genaaid heeft. Je denkt alleen maar au en dan moet je nog quoten. En dan zit je daar en dan ja, en wat vind je daar dan van? En toen zeiden ze ja, we hebben ook nog van dan toen we er net aankwamen moeten we ook nog wat quotes doen. Dus dan ben je zeg maar helemaal hoog in je emotie. Ja. En ik dacht alleen maar ik moet keihard janken. En toen zei ik kan niet meer. Toen ben ik soort van naar mijn kamer gegaan. Dan was het echt en ik mijn manager opgebeld. Die dacht echt, wat is er? Wat gebeurt er? Ja. Zo, ademhalen. Neus, ze zei ook laatst nog. Weet je nog dat we samen moesten ademhalen aan de telefoon? Maar dan is het, je wil, ik wil. En het is niks mis met huilen. Ik vind dat er niks mis is met huilen. Maar, ja, ik weet ook niet waarom ik dat... Ik wil dat dan niet. Nee, en ja, ik had ook zoiets... Ik had me dat ook echt voorgenomen bij Expedition. Nou, het is niet gelukt. Ja. Maar ik dacht wel van... Kijk, je kiest er zelf voor om daar te zitten. Dus waarom ben je aan het janken? En als je het programma kijkt, dan denk ik in ieder geval snel over mensen van... Wat jank je nou? Je zit daar, je krijgt gewoon betaald ervoor. Ja. Je krijgt je shine, jij kiest hiervoor. Ja. Maar als je daar zit, dan... Ik probeer dat tegen mezelf te zeggen, maar dat ja, je, dat is gek, als hè? Je moet janken, moet je janken. Die kwetsbaarheid. Ja, want ik zoals ook achteraf dacht ik ook. Ik ben oké, super trots, want ik heb me gewoon gedragen. Stel je voor, ik zou iedereen daar helemaal aanpakken, uitschelden. Kom ik een beetje met mijn fucking mindful podcast aan. Ja. Lekker een beetje mediteren. Wel, fuck you all! Ja, dat is het. Ja, dat dacht ik ook. Kut. Je moet ook nadenken over wat vage aard komt naar boven. Ja. Dus ik dacht, nou, ik ben gewoon wel redelijk relaxed gebleven. Maar dat huilen, dacht ik, er is niks mis met huilen. Nee. Maar ik dacht ook, dit gun ik jullie niet. Precies. Ik ga niet huilen omdat dat het bestaat. Ja. Maar ik moet wel zeggen, ik heb
juist in alles van Expeditie de meeste lieve, mooie reacties kreeg van mensen. Mm-hmm. Op het moment dat ik instortte. En ik dacht echt, oh mijn god, nu gaat het komen. Weet je, wat een aansteller. Maar ik kreeg echt berichten van, ik herken me zo erg in dit probleem. Ik heb dit ook altijd. En ik laat me ook heel snel meeslepen. Dus ik dacht wel, oké. Ja, uiteindelijk raak je daar, als je soort van op je puurs bent of zo, dan raak je daar wel de meeste mensen mee. Of zo. Ja, die kwetsbaarheid, die is heel mooi. Die is echt heel mooi. Ik vind het op een of andere manier heel moeilijk als mensen dan medelijden hebben. Met iemand die... Met mij. Ja. Oh, dus ik weet niet wat dat... Ik wil nooit zielig gevonden worden. Heb ik altijd al gehad. Ja? Ik denk dat iedereen dat wel heeft. Oh, het gaat wel goed. Ja. I'm okay. Ja. Het is dubbel. Allereerste vraag, die komt van mij. Jij bent dus gewoon in de wereld van OnlyFans gedoken. Dus echt... account aangemaakt, een maand foto's lang. Gemaakt, geld verdiend. Hoe is dit ontstaan? Nou, het was eigenlijk, ik wilde altijd al heel graag een food fetish account beginnen. Gewoon altijd gespeeld met dat idee van, hey, volgens mij heb ik best wel mooie voeten. Beetje raar. Of niet per se bijzondere voeten, maar gewoon, ze zijn oké, ze mogen gezien worden. En ik kreeg wel eens berichten van mensen en dan zei ik altijd nee, maar dan dacht ik, ja, ik zou er wel eens gewoon helemaal op in willen gaan en even helemaal voor willen gaan. Kijken hoeveel je daar nou echt mee kan verdienen. En toen met Spuiten en Slikken wilden ze heel graag iets maken over OnlyFans. Dus toen kwam dat een beetje bij elkaar. En toen was het een soort van middenweg. Want ik zei, ja, ik wil niet naakt foto's gaan rondsturen. Dus, maar zij wilden niet alleen voeten, want dat vonden ze te niche. Dus toen was het een soort van, oké, OnlyFans met een focus op voeten. En ook een beetje lingerie, want het ging bij Spuit en Slikken heel erg erom, wat is nou de grens van OnlyFans en vervaagt die? Want dat... Ik herken deze onderhandelingen zo goed. Ik wil dit, dan heb je dat. Oké, dan gaan we dit. En dit is gewoon zo'n zakelijke onderhandeling, terwijl het ook aan de ene kant heel erg persoonlijk is. Ja, het was ook zo. Oké, nou dan lingerie. Oké, lingerie. Ja. Toen liep ik weg, dacht ik... Oh, het is wel heftig. Maar ik dacht wel, ja, het is wel net dat. Ver genoeg voor mezelf. Dat ik het nog wel oké vind, maar dat het wel heel spannend is of zo. Dus, En toen begon je. Ik raad sowieso iedereen aan die deze serie nog niet heeft gekeken, gaan checken. Maar hoe was het om daarmee te starten? Want dat is hartstikke leuk, hè? Dat denk je dan op de redactie. En dan gaan we dit doen. Dan denk je, dit wordt een vet goed item. Want het heeft en inhoud en het is ook een beetje rellen. Mm-hmm. Maar dan zit je daar in één keer met je cameraman, regisseur. Ja. En dan ga je gewoon in je ondergoed foto's maken. Ja, en het waren ook nog eens twee cameramensen die ik nog niet kende. Want er was een soort van rommelens op de redactie. En mensen gingen weg en kwamen erbij. Dus toen ineens stonden er twee gasten in mijn huis. Dat was echt zo, hoi, oké. In je huis? Ja. Daar ben ik op een gegeven moment ook echt mee gestopt. Want als je al iets doet wat intens is, en dan heb je ook nog eens in je eigen huis, voelt zoveel... Jij snapt me echt. Want ik dacht ook al, ja, het is, ik vind al mensen uitnodigen in mijn huis. Gewoon intens. Ja. Moeten we gaan filmen? Hoor ik ook spannend. Denk ik van alle spulletjes. En dan ook dus nog... Want we gingen als eerste startpunt een beetje kijken hoe ik het zou doen. Een sexy foto maken. Want ik weet niet, als je mijn Instagram ziet, ik doe nooit een bikinifoto. Ik weet niet, ik heb dat, denk ik, soort van samengaand met dat ik niet echt kan dansen. Ik heb niet zo die seksappeal dat ik in mijn bikini op het strand kan liggen en dat er dan een mooie foto uitkomt, weet je wel? Ja. Dus toen ging ik gewoon proberen een soort van in mijn lingerie een sexy foto te maken en zij dat dan filmen. Ja. Dat zou alleen al heel intens zijn geweest. Heel awkward. Ja. Heel erg awkward. Maar ik vond wel dat ik nog best een oké foto had. Ik vond het fantastisch. Toch? Voor de eerste keer. Ja. Ik heb wel gewoon echt mijn best gedaan. Ik dacht ook, ja, als je dit niet serieus gaat nemen, dan wordt het soort van één grote grap. Mm-hmm. En ik wilde wel oprecht kijken hoeveel ik ermee kon verdienen als ik gewoon serieus ervoor zou gaan. Ja, en dan is dat account er. G-Fantasy. G-Fantasy, ja. En dan ben je in één keer live op OnlyFans. Ja, ik heb dus nog nooit op OnlyFans gekeken. En ik wil dat dus wel, maar dan moet je daarvoor gaan betalen. Ja. Weet je, ken je Denise Richards? Denise Richards, die actrice. Die grote actrice van... uit de jaren 90. Die heeft dus nu ook OnlyFans. En haar dochter ook. De dochter van Charlie Sheen. Ja, het wordt steeds normaler. En dan denk ik, eigenlijk. Ik wil dit zien. Maar dat kan dus niet zo makkelijk. Want je moet dan een account aanmaken. Maar betalen. Dan zit je daarop. Ja. En dan? Nou ja, ik dacht ook van oké, ik heb die sexy foto's. Ik heb mijn OnlyFans accountje aangemaakt. Toen dacht ik, ik moet nu natuurlijk volgers hebben. Of abonnees, zeg maar. Mensen die gaan betalen. Dus... ik dacht, ik zet het op mijn Instagram. En dan... Ook voor een item? Nou ja, dat was ook een beetje met Spuiten en Slikken. Dat zij zeiden van, je moet het eigenlijk wel echt
gaan promoten. Oh. Want anders... Ja, want ik had ook een tweede Instagram-account gemaakt. Puur voor G-Fantasy. Ik dacht, dat kan het een beetje zo slim te spelen. Zei ze, nee. Je moet het echt op je eigen account doen. Want we willen ook een beetje de reactie van je familie en van mensen om je heen. Dus ik moest dat serieus doen. Ja, dus ik zo'n foto op mijn account. Van, nou, hey guys, ik heb een tweede account. Jullie kunnen het volgen. G-Fantasy, la da 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 da. En... Had je hierover nagedacht toen je jezelf G-Fantasy noemde? Dat je die dus echt op je account? Nee. Ja, ik dacht gewoon, ga er maar gewoon voor. Ik los het later wel op met mensen en vrienden en familie en zo. Ja, best wel slechte instelling. Ik heb er helemaal flashbacks van. Ja. Dit is welkom bij Spuiten Slikken. Ja, weet dat je dit moet doen. Nee, en toen dacht ik van, nou, nu gaat storm lopen met mijn abonnees. En echt, ik postte het. Een uur gewacht, denk ik, 3 mensen. Van de, weet ik veel, 15.000 mensen die me volgden, 3 mensen. En ik kreeg alleen maar WhatsApp-berichtjes van mensen. Echt random mensen met wie ik ooit heb gewerkt. Van, hey, gaat het wel? Heb je geld nodig? Want ik zie een berichtje en iedereen schrok een beetje. Dus ja, en ik kon niet zeggen van, ja, het is voor een item. Want dat mocht pas aan het einde. De pijn. Ja. Ja, ik heb van de beste vriend, van mijn eerste vriendje. Dus ik ben van mijn 14e tot mijn 17e, 18e met mijn eerste vriendje gegaan. En toen had ik voor Spuiten en Slikken een naaktfoto laten uitlekken. En toen was ik offline gegaan, maar dat leek dus echt alsof dat was gebeurd. Ik kreeg helemaal flashbacks toen jij die foto van jezelf ging maken. Ja, die hadden ze toen voor mij borstig gefotoshopt. En hij ging helemaal, dit had ik niet van jou verwacht. Ik ben echt teleurgesteld in je. Ten eerste, wie de fuck, ik heb jou jaren niet gesproken. En... het is voor Spuiten en Slikken. Maar toch, deed dat wat met jou? Ja? Nou ja, je weet nu wel inderdaad de mening van mensen. Dus ik vond het wel lief, bepaalde mensen die dus wel iets zeiden. Dacht ik, oh, thanks, weet je wel. Je let echt op me. Maar ook bepaalde gewoon vrienden die dat gewoon likten. En gewoon dachten van, oké, meid, jij zit nu op OnlyFans. Het zal wel. Dacht ik wel van, oké. En ja, ook wel echt moeilijke gesprekken moeten voeren met mijn vader en mijn broer en... Die wilde dan eerst wel meewerken om op beeld te zeggen hoe verschrikkelijk ze het vonden dat ik dit deed. Maar uiteindelijk wilden ze dat ook niet. En toen werd het soort van nog echter, omdat ik dacht, wow. Dus het is niet alleen maar een soort van voor een maand dat ik jullie verschut zet. Maar jullie vinden het echt zo verschut dat je niet eens wil vertellen hoe verschut je het vindt. Nou, ik heb wel ook weer veel gejankt in die periode. Maar ook wel echt... veel dingen meegemaakt. En ik heb er geen spijt van of zo. Maar, ja. Wat heeft je het meest verbaasd aan jouw periode op OnlyFans? Ik vraag dit voor een vriend. Nou, toch wel. Want dus ik had maar dus 3 abonnees van de mensen die mij kenden, mij volgden. Dus ik dacht, oké, ik ging gewoon op internetforums, hardcore, elke dag spammen met foto's van mezelf. Van, can you rate this girl? Do you think I have pretty eyes? En dan daaronder link naar mijn OnlyFans. En zo begon het wel een beetje mensen te komen, zeg maar. En ik vroeg dan aan de mensen van, oké, of ja, mannen eigenlijk. Ja, ik heb alleen maar mannen gehad. Vroeg ik, had ik zo'n standaard berichtje van, hey, welkom op mijn OnlyFans. Ik doe alleen maar lingerie, geen naakt. Maar laat me weten wat je van me wil zien. Wat voor soort content. En heel veel mensen reageerden van, ja, ik dacht dat iedereen zou zeggen van, ja, wanneer ga je naakt? We wachten daarop. Maar heel veel mensen zaten zo van, ja, ik ben hier echt puur om jou een beetje beter te leren kennen. En ik vind het ook leuk als je bijvoorbeeld gaat gitaar spelen. Of gewoon... In je ondergoed? Niet eens. Ja, ook in mijn ondergrond. Maar ook gewoon überhaupt. Of ik begrijp als je hier helemaal niks van. Doet. Wat is dit voor wereld? Het was €26 per maand, toch? Begon ik op. Ik ben wel gaan zakken. Okay, op een gegeven moment was het €9. Toen kreeg ik wel wat meer mensen. Maar ik begrijp dus niet dat je een abonnement gaat betalen... om dus niet dan all-out porno te zien. Nee, maar dat is dus het verschil tussen... want als je porno wil zien, dan ga je wel naar een porno-site. Maar OnlyFans is dus veel meer... oh, ik ken haar soort van. En nu hebben wij een persoonlijke connectie. En ja, uiteindelijk mijn trouwste abonnees... die van het begin tot het einde zijn gebleven... en die gewoon voor alles bleven betalen... dat waren eigenlijk gewoon gasten die veel meer... volgens mij een soort van... ja, voor je huis met de wilden. Fakkel gaan staan. Dat hoop ik niet. Nee, maar gewoon een soort van een vriendinnetje wilde. Of dat gevoel van even een appje in de ochtend. Dat was echt uiteindelijk waar ik het meeste geld mee heb verdiend. Een soort van neppe
ja. intiemheid. Of en dat zo. Vind ik eigenlijk nog wel moeilijker. Ja, dat ja. is ook wel waarom ik ermee echt ben gestopt na een maand. Ja? Omdat ik dacht, ja, ik kan dit gewoon niet. Ik voel me zo slecht met elke 50 euro die ik binnenkrijg. Dacht ik wel van, ja, je maakt gewoon misbruik van iemands eenzaamheid eigenlijk. Mm. Want die foto's stuur ik naar 10 verschillende mensen. En dat bericht je ook. Alleen voor hun voelt het als een soort van, wauw, we hebben een contact of zo. Oh, ja. Wat interessant. Dus het niet per se het naakt lingerie aspect viel nee, je tegen, vond ik maar het wel hele leuk. Persoonlijk. Ja, vond je dat leuk? Ja. Ja, een beetje zo sexy foto's maken. Omdat het gewoon heel ver van mij afstaat, mm-hmm. was het wel even goed om soort van, fuck it, ik ben ook een vrouw en ik heb gewoon een mooi lichaam. En om het te laten zien en om dan die reactie ook gelijk instant te krijgen van, oeh, sexy, weet je wel. Dat was best wel gewoon een confidence boost. Dus wow. Nee, dat was best wel een leuk onderdeel. En is dat dan iets wat je dan ook nog verder gaat doorvoeren? Misschien wel een beetje op Instagram? Zeg ik niet dat je gewoon hardcore lingerie, maar gewoon wat meer een sexy kant van jezelf gaat omarmen? Ja, dat zou ik eigenlijk wel willen, maar toch ben ik daarna echt, ik heb dat account verwijderd, nooit meer naar gekeken. Gewoon, het voelde wel van, oké, ik heb het nu gedaan. Maar ja, nee, dat is toch niet. Nee, dat is toch niet mijn ding. Hoe geef je je grenzen aan in zo'n verhaal als dit? Want je hebt dan op de redactie een gesprek. Je denkt wel dat je weet wat je wil, maar hoe bewaak je die? Ja, dat is gewoon heel veel praten en heel goed aangeven. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik daar niet heel goed in ben. Want op een gegeven moment was er ook. Toen gingen we een beetje. Want je had dan een menukaart en dan kunnen mensen ook dingen bestellen. Dus dan heb je bijvoorbeeld. Het gaat echt van één privéfoto speciaal voor jou. Tot de girlfriend experience. Dus dat ik bijvoorbeeld een week. Dat we de hele week appen en aan het einde een soort videocall. En dat was dan €300. En had je ook. Heeft iemand dat gedaan? Eén iemand, ja. Maar dat was wel. Dat was echt halverwege. Hadden we al ruzie gekregen. Omdat ik niet vaak genoeg reageerde. En toen heeft hij het afgekapt. Ja, dat was echt. Toen dacht wel in die ruzie van. Nou, dit is de echte girlfriend experience. Want dit hoort er ook bij. Maar. En wat deed je tijdens die videocall? Nou, die is er nooit van gekomen. Omdat hij dus halverwege niet tevreden was over mijn girlfriend. Mijn aandacht voor hem. Omdat ik ook gewoon soms met mijn ouders aan het eten was. En dan even niet reageerde of zo. En dan daarna had ik 5 berichten van, wat is dit? Ik betaal hiervoor, weet je wel. En dus heeft hij zijn geld terug gehad? En toen hebben we het gewoon voor de helft van de prijs gedaan. Dus het was de halve week zonder videocall. En dan de helft van de prijs. En agree to disagree. Ik vind het zo interessant. Ja. Je hebt ook met die fan. Wacht, dat is niet een fan. Ja, hij was een van mijn OnlyFans. Ja, dus ga je dus mee. Dit is ook zo typisch. Hè? Dan ga je met. Dan denk je, voor het item is leuk om dan samen af te spreken. We zetten ze in een jacuzzi. Oh my god. En dat hadden ze niet gezegd. Ze hadden wel gezegd, neem je zwemkleding mee. Maar ik had op een of andere manier iets anders in mijn hoofd. En toen was het in de ochtend van, ja, er is hier een jacuzzi en jij gaat daar en dan komt er zo meteen jouw trouwste. Want dat was wel echt diegene die van het begin af aan bij was en die alles kocht. En die, ja, daar zat ik dan mee in een jacuzzi. Ja, fucking awkward. Ja. Echt goed. Ik krijg gewoon. Ja, ik kreeg ook helemaal kippenvel toen ik er naar keek. Maar wel heel interessant om te zien wat er in het hoofd van dit soort mannen omgaat. En ook heel grappig als je kijkt naar deze generatie. Wat dat dan dus vaak mist. Ja. Ja, ik vind het heel interessant. En dat ik zou dus echt nooit, als jij mij had gevraagd voordat dit bestond, nou, een man die dan zou betalen voor een dagje chatten en een videocall. Dat zegt dan toch ook iets? Wat soort van dat waar de maatschappij aan voorbij gaat bij een hele hoop mannen en waarschijnlijk ook vrouwen. Ja. Ja, 300 euro, jongen. Ja, ik dat was ook soort van mijn conclusie aan het einde van, ah, best wel triest. Hoeveel mensen er eigenlijk zo eenzaam zijn. En zeg maar. Genoegen nemen met een soort nepcontact. Want je weet dat het nep is, want je betaalt ervoor. Mm-hmm. In plaats van te denken, oh, maar misschien verdien ik dan gewoon echt een vriendin. Of misschien wil ik dan gewoon weer mensen leren kennen. Ja. Lieve luisteraars, de energieprijzen stijgen en de aarde warmt op. Genoeg reden om je bezig te houden met energiebesparing, lijkt me. Ik zet steeds vaker de lampen uit, lekker kaarsjes aan. Ik trek steeds vaker een dikke trui aan en dan zet ik de verwarming omlaag. Wat ook veel energie bespaart, is samen zijn. En daar heeft IKEA iets leuks voor bedacht. Er komt binnenkort iets heel moois aan. Op zaterdag 4 februari, 10 dagen voor Valentijnsdag, organiseert IKEA het Date voor de Planeet event. Dan worden er verschillende showrooms en het restaurant in de IKEA in Utrecht omgebouwd tot intieme datespot.
Het idee hierachter is dat IKEA energie probeert te besparen in de koudste maanden. Zo lekker knus tegen elkaar aan op de bank. Want als je met z'n tweeën bent, dan gebruik je natuurlijk maar één thermostaat in plaats van twee. En als de date heet wordt, dan heb je natuurlijk al helemaal geen thermostaat meer nodig. Ja, dit is toch fantastisch. Altijd al als ik in de IKEA ben, dan zie ik die showroom en dan denk ik, nou, ik zou best hier wel even willen liggen. Dan zie ik zo'n hoekje en denk ik, nou, ik zou hier best wel een kopje thee willen drinken. Het is toch gezellig? Of vind ik dat alleen? Nee, ik vind het heel gezellig daar. En dat kan dan nu dus. Daten in de IKEA. Kan je meteen al uitzoeken wat voor bank je gaat kopen als je samen gaat wonen. No pressure. Dit lijkt mij helemaal fantastisch. Ik zou er gewoon met gestrekt benen in gaan. Gewoon zeggen, hey, deze bank, ik zie ons daar samen wel op zitten. Kijk eens, die lamp, die wil ik naast ons bed hebben. Gewoon met gestrekt been erin. Je gaat daten in de IKEA. Gewoon gas erop. Dat is wat ik zou doen, hè? Maar ja, ik heb al 8 jaar een relatie. Ik kom uit een ander tijdperk. IKEA gaat dus de aankomende maanden de kou proberen te bestrijden met lichaamswarmte. En kijk voor andere tips om energie te besparen op IKEA.nl. Je had €900 plus opgehaald en gedoneerd uiteindelijk. Ja. Die voetenfetish business, zit daar ooit nog een kriebel in? Nou ja, dat is toen een beetje op een lager pitje gebleven. Omdat uiteindelijk die lingeriefoto's wel meer de overhand hadden. Maar ik had wel zo 10%, 20% denk ik van mijn abonnees kwamen wel echt voor de voetenfoto's. En daar ben ik toen ook nog een tijdje mee doorgegaan. Gewoon privé. Omdat met sommigen had ik toch gewoon wel een band. En dan stuurde ik ze gewoon af. Maar op een gegeven moment ging ik alweer drijven voor 3 op reis. En toen had ik ik was bij mensen thuis aan het logeren voor een item. En toen moest ik nog voetenfoto's maken. Dus toen zat ik echt zo in hun gastkamer. En dacht ik, als ze nu binnenkomen. Dus toen dacht ik, ja nee, nu gaat het wel allemaal een beetje door elkaar lopen. Ik heb gewoon een baan. Laat ik me daarbij... Ja, ik herken dat wel. Dat hele voetending vind ik... Want weet je wat het is? Ik weet niet of jij een voetfetish hebt. Nee. Ja, ik ook niet. Nee. Dus wij begrijpen dat niet. Het doet me niks. Nee. Maar als je dus... Ja, ik heb ooit een item gemaakt over een voetfetishist. Voetfetishisme. Ja? En daar, ook zelf... Ja, ik heb echt vol gas een voet in mijn mond gehad. Echt. En dat hebben ze toen niet gebruikt. Nee, wacht eens even. Wow, wat is daar gebeurd? Wat heb ik? Nee. Weet je wat ze niet gebruikt hebben? Dit was ook echt een naaistreek. Nou, ik was dus blijkbaar al aan hem beloofd dat hij een gedragen panty van mij zou krijgen. Oké. Okay. Nou, dat heb ik niet gedaan. Nee. Vond je gewoon een raar idee? Ja. Hallo. Ik ben al enigszins aan het werk. Ja. Ik ga niet meer gedragen. Volgens mij heb ik gewoon een panty meegenomen. Precies. Die niet had gedragen. Hoe weet hij nou of die gedragen is? Ja. En toen hebben we een item opgenomen waarin dus een voetmodel was. En die ging hij dan aan haar voeten likken. En toen ging ik ook aan het voetenmodel haar voeten likken. Omdat ik dacht, ja, gaat wel een beetje dit iets? Zin in Farah, presentator moet meedoen. Ja, tuurlijk. Maar wat hij daarna dus ook is gedraaid, is dat die voetfetischist dus helemaal to town ging op mijn voet. Dus echt, jongen. Nou, en dan zie je dus dat hij gewoon met zijn mond, gewoon zijn mijn hele voet in zijn mond. Helemaal aflikken, op spugen van alles. Oh, en dat hoorde erbij. Ik dacht, ja, oké, dit is gewoon voor het item. Ik helemaal mijn beleving delen. Mm. Maar ja, ik zie dat je helemaal tranen in je ogen krijgt. Dat je daarna gewoon denkt, fuck, wat is er net Want gebeurd? Hij werd opgewonden. En toen dacht ik... Nu gaat het toch een soort van gewenst Dit over. Is voor hem seks. Ja. Maar dat hebben ze dus nooit gebruikt, dat laatste gedicht. Wow. Dus dat is... Het was te heftig. Goh, zou je denken, ja. Dus dat heb ik gelukkig alleen maar voor de rest van mijn leven... Ik heb hem in een speciaal plekje in mijn hoofd opgeslagen. Maar daardoor heb ik ook heel veel voetfetischisten in mijn DM. Ja. Altijd. En dan denk ik, ja... Een fotootje meer of minder. Ja. Maar als je echt hebt gezien hoe geil zij daarvan worden... Het is toch wel een ding, hè? Ja. Sta jij op Wikifeed? Weet ik niet. Heb ik nooit gecheckt. Gaan we dat nu even... Ik ja, hoop het wel. Zeker. Ik mag natuurlijk hopen dat ik erop sta. Ja. Wikifeed. Maar ik kwam er dus ook achter, want ik was ook een soort van heel erg gefascineerd met... Hoe kan het nou dat sommige mensen dat zo geil vinden en andere mensen niet? Ja. Maar het zit dus blijkbaar het gebied van seks en het gebied van waar je je voeten mee aanstuurt... zit blijkbaar in je hersenen heel dicht bij elkaar. Mm. En bij mensen die dus een voetenfetish hebben, zit het zo dicht bij elkaar dat het soort van in elkaar overloopt. Ja. Dus toen dacht ik, it makes sense. Ja. Hoe kan het dat jij hier niet opstaat? Dit is echt bizar. Sta ik er niet op? Nee. Wauw. Nou, als je straks een nieuw account hebt, dan weet je wie het heeft aangemaakt. Ja. Maar oké, de voeten OnlyFans,
dit was het. Dit ligt heel nieuwsgierig naar. Ja, nee. En over die grenzen, ja, ik op een gegeven moment zeiden ze ook van, dus toen had ik een opdracht en toen moest ik een opdracht uitvoeren voor, dat was dan leuk voor het item dat ik iets ging doen voor iemand. En toen was het ook van, ja, een video maken om zeg maar iemand op te geilen. Dat was wat iemand had gevraagd, een soort van masturbatie-instructie met een komkommer. En toen dacht ik, oh ja, nou op de redactie van, oh dat kan ik wel doen, want ik ben dan niet naakt en ik doe niks met mezelf, dus oké. Maar toen moest ik dat echt gaan doen en toen dacht ik wel van, oh dit is eigenlijk al mijn grens, want ik zat zo, oh ja, ik word er zo geil van. Toen dacht ik, ik ben nu gewoon porno aan het maken. En dat is wel, ja, later heb ik wel meer daarover nagedacht van, oh ja, ik had eigenlijk aan de voorkant misschien toch wel iets meer moeten zeggen van, hier stopt het. Ja, en het interessante aan grenzen is ook dat je ze pas vaak herkent als je er overheen gaat. Exact. Alleen bij ons kan je het dan vaak nog heel lang terugvinden. Ja. Ik heb echt nog een komkommertrauma in een live uitzending, dat we een komkommer gingen pijpen, omdat we een soort van les daarin kregen. En dat ik al zei vooraf, ik heb hier echt geen zin in, want ik sta straks met mijn bakkes op Dumpert. Ja. En ja, toch maar, iedereen kom op, doe niet zo flauw. En dan dacht ik, ja, weet je, het is ook gewoon educatie. Mm-hmm. Nou, volgende dag stond ik soort van een komkommer te deep throaten overal. Ja. En dan denk je wel, oh ja, dan kan je toch beter naar je gevoel luisteren. Ja, maar het is ook geen ramp als je er overheen gaat. Nee, dat is ook zo. En het is ook wel ergens bevrijdend dat ik denk, oké, al die shit staat nu al op internet van mij. Ik kan me iets uitlekken. Nee, je kan mij niet echt meer exposen, want ik sta al kooksnuivend op YouTube. Je kan al mijn OnlyFans geschiedenis terugvinden, dus ja, op zich precies is het wel ook lekker gevoel. Ja, als het nu gebeurt, is het, ja, wat had je dan gedacht? Ja, oh, wat goed dat we even konden banden daarover. Ik, fijn dat iemand het begrijpt. Die had ik ook al met Nelly, toen Nelly hier was. Ja. Heel leuk. En met Ger natuurlijk. Vraagje over spiritualiteit. Leuk. Hey Gwen en gast, vraag je, zijn jullie spiritueel? En hoe uitzicht dat in jullie dagelijks leven? Groetjes, Annelies. Ben jij het? Spiritueel. Ja. Ja, heel erg. Ja? Ja, ik denk, ik ben er echt een beetje mee opgevoed, omdat mijn vader is dus Ghanees en hij is van de Ewe-stam. Ja. Dat is zeg maar, je hebt verschillende stammen in Ghana en zij zijn het meeste betrokken met voodoo en zeg maar met de voorouderen. Dus heel mijn leven was het al van, zat ik met hem te eten, dan was het van, oh ja, er zit nu een overleden man daar of zo. En dan zat ik altijd van, hè, waar, ik zie hem niet. En dan zat hij zo, ken je hem, is het familie? Ja, nee, het is gewoon een man, maar hij is nu even hier en dan gaat hij weer weg. Maar zo op een simpele manier, of dan had mijn vader een ongeluk en dan was hij in de greppel gevallen met de auto, maar dan was hij eruit getild door 6 engelen. En dat was altijd gewoon, iedereen deed er zo normaal over in mijn familie, dat ik van, oh ja, we smeren hier iets achter je oor, zodat je niet wordt vergiftigd of zo. Ik was wel een heel fantasierijk kind, dus ik dacht altijd, vergiftigd, maar wie gaat me dan vergiftigen? En mijn broer ging er veel makkelijker doorheen. Die zat gewoon altijd van, oké, ja, het zal wel. En je dacht er heel erg over na. Ja, ja. En toen ik ouder ben geworden, ben ik wel meer met mijn vader ook gaan praten erover. En ja, nu heb ik wel zoiets van, ik wil gewoon alles hierover weten. Want gewoon, soms hebben we in mijn familie heel erg geluk met bepaalde dingen. Iedereen noemt het ook koesenoe-gelukjes. Maar dat is dus omdat mijn vader dan de voorouderen heeft gevraagd om iets te fixen. En ja, het is gewoon, ik ben een soort van, ik weet dat het waar is, want ik heb het gezien, meegemaakt. Maar ik snap niet met mijn Nederlandse brein van hoe het kan dat zij altijd weten, ja, waar je zit en hoe ze jou kunnen helpen. En hoe uitzicht dat in je dagelijks leven? Nou, doe je er wat mee? Ja, dus ik luister wel echt heel erg naar mijn intuïtie. Dus als ik bijvoorbeeld ineens een idee krijg van, ik moet deze straat niet inrijden, dan ga ik ook, dan keer ik gewoon mijn auto en dan neem ik een andere weg of zo. Omdat ik dan denk dat de voorouderen zijn die soort van me proberen te waarschuwen. En ik maak wel, ja, elke paar maanden geld over, ook naar Ghana. En dan wordt er daar een dier geslacht. En dan wordt daar je blessings mee gedaan. En, dat meen je niet? Wat interessant. En hoeveel maak je dan over? €50 meestal. €50 kan je 2 geiten. Maar het is een beetje wat je wil. Dus zeg maar, als jij, toen ik bijvoorbeeld een huis aan het kopen was, maakte ik €100 over voor de extra blessings. En echt letterlijk, ik maak dat over en de dag erna werd ik gebeld. Ja, je hebt het. Dus het is ook echt, ja, het werkt gewoon echt. Of het is echt zieke toeval elke keer, maar ja, het werkt gewoon. Wow, ik ken gewoon niemand die dit doet.
Vind je zo interessant? Ja. Want ben jij spiritueel? Zeker. En wat geloof jij? Ik geloof dat er meer is na dit leven. Ik denk dat we hierna doorgaan naar een ander level. Ja. Ik geloof dat er veel meer is dan dat we zien. En ik geloof dat lichaam en geest verbonden zijn met elkaar. En dat er... ik ga gewoon bewust om met het leven. En ik denk ook dat het een beetje met meditatie... niet een beetje, heel veel met meditatie te maken heeft. Heb je wel eens gehoord dat je niet bent wat je denkt? Ja. Ja, dus dat ik er zit bewustzijn. Als je dus, ik denk nu in mijn meditatie... ik ga dadelijk naar de supermarkt toe... en dan ga ik mijn boodschappenlijstje afwerken. En dan zit daar iets achter dat zegt... wacht eens even, we zijn aan het mediteren... Ja. Afstand van die gedachten en weer terug naar je meditatie. Dus dat je je gedachten een beetje als wolken voorbij ziet drijven. Dat bewustzijn, daar ben ik me bewust van geworden. Nee, snap je, ja. En dat daar ruimte is. Wat is dat dan? Dat bewustzijn, dat andere bewustzijn kan bekijken. Ja, en dat je dus niet je gedachten bent, is sowieso een heel fijn besef. Want als je dus gek wordt in je hoofd of verdrietig bent of boos bent... dan denk je, wacht eens even, dit is gewoon een gedachte die komt en gaat. Daar zit ook nog rust achter altijd. Ja. Dus dat is het. Ja, en ik vind het heel interessant omdat spiritualiteit, als je het daarover hebt... dan wat er naar boven komt, zijn gewoon associaties met... kristallen, volmaan, wierookie aansteken. Zweverig en vaag. En terwijl het voor iedereen wat anders is. Want hoe jouw spiritualiteit is voor mij weer heel anders. Terwijl jij gelooft erin dat het jouw voorouderen zijn. En dat is jouw verhaal. En ik geloof daar ook helemaal in. En bij mij is het... Ik geloof precies in hetzelfde. Als ik bezig ben met een huis kopen bijvoorbeeld... dan zijn er ook echt iedere avond gebedjes die ik zou doen. Ja. En ben ik ook heel erg bezig met in de tegenwoordige tijd praten. En dan zeg ik ook tegen mijn vriend... weet je nog dat wij hier aan deze eettafel zaten... en dat de kerstboom hier stond? Do you remember? Weet je wel, dat is dan nu. Maar dan praat ik in de verleden tijd. Ja, maar wacht, die zag ik even niet. Dus je zegt... Je praat alsof het al is gebeurd. Ja, dus je praat of het al... Of wat er... En wij zijn geen huis aan het kopen. Maar stel je voor dat dat gebeurt. Dan praat je al alsof het er al is. Ja, zo. Ja, want dan stuur jij het naar het universum van... Ja. Deze energie is het er, is al. Er al. Het is er al. Als het je een waarheid wordt in je hoofd, dan gebeurt dat ook. Ja, dat doe ik dus ook met parkeerplekken. Zoveel mensen. Vincent zei het ook, dat hij het met parkeerplekken. Ja, gewoon altijd. Zoveel mensen doen dat. Ja, dan probeer ik hem gewoon voor me te zien. Maar het is wel 50-50. Ben je hier met de auto? Nee. Ja. Ja, en dus, is het gewoon gelukt? Nou, vanochtend is niet. Oh, is een heel slecht want verhaal. Iedereen die hier komt met de auto is überhaupt een wonder dat je hier aankomt. Want het is hier echt, met parkeren is echt een drama. Ja, nee, maar mijn straat is het ook zo. Dus ik dacht ook van centrum van Amsterdam. Maar ik zie die parkeerplek voor me. En hij is er gewoon voor de deur. En toen was er wel één op een gegeven moment na een paar rondjes rijden. Alleen toen pakte iemand hem net voor mij. Dus toen dacht ik... Dit heb ik niet gemanifesteerd. Nee, dan gaat je toch iets mis. Ja. Maar het is heel interessant. Spiritualiteit is voor iedereen wat anders. En ook de weerstand die mensen er tegen hebben. Kijk, wat ik heel interessant vind met meditatie... daar ben ik veel mee bezig. En ook mensen leren mediteren. Dan is het gewoon heel lekker als het nuchter is. Want als je alleen maar denkt... hocus pocus, Pilates, pas, ga maar zitten en er gebeuren wonderen. Dat is niet wat werkt voor een hoop mensen. Nee. Want het is gewoon het trainen van je hersenen. Ook met spiritualiteit het positiever in het leven staan. Ja, dat zijn gewoon allemaal trucjes die je kan toepassen... waardoor je lekkerder in je vel zit. En daar hoef je niks voor niks in te geloven. Dat mag. Dat helpt als je dat al doet. Het is een extra laag. Ja, het is een extra laag. Maar ik denk dat spiritualiteit en gewoon het bewustzijn, mensen bewust laten leven. Het heeft allemaal met de zin van het leven te maken ook. Ja, het enige is wel dat in ieder geval binnen dat Afrikaanse voodoo is het wel heel erg zo, als jij zegt dat het niet kan of dat je er niet in gelooft, of dan gaat het ook niet lukken voor je. Ja. Dus dat is ook, en dat vind ik zelf als, zeg maar, met mijn westerse brein denk ik, ja, maar dat is dan wel makkelijk. Want dat kan je over alles zeggen. Van je moet er wel in geloven en dan is het waar. Ja. Ja, maar je weet het toch. Je weet toch, als jij een auditie doet voor iets en je voelt toch of het hem wordt of niet. Ja. Ik heb zo vaak dingen gedaan en dat ik gewoon zeg, ik voel gewoon niet dat het hem is. Ja. En dan kan je erheen gaan en je beste beentje voorzetten. Maar en dat je gaat wil hem niet het, worden. En het, dat voel je gewoon. Ja. Dat je voelt gewoon, fuck, ja, ik wil, maar het is hem gewoon niet. Ja. Dat is je intuïtie. Ja, die heb en dan ik weet vaak. Je gewoon, dat kan niet. Ja. Dus ik geloof wel dat het... En als het niet zo is, denk ik altijd, maar je doet er niemand kwaad mee. Nee, maar precies. Het slachten van die dieren... Heb je niet zoiets dat je denkt, oh... Maar ze eten er wel van, toch? Ze gebruiken het vlees ook. En ik vond dat ook eerst heel heftig. Maar toen heeft mijn vader uitgelegd van... Ja, het is echt het bloed
waarmee wij zeg maar in contact kunnen komen met die andere dimensie. Want bloed heeft blijkbaar een soort van heel spirituele geleidingskracht. Dus dat heb je echt nodig om soort van aan de voorouder of aan de geest te laten zien. Bijvoorbeeld, oké, ik wil een huis. Oké, leuk, jij wil een huis. Maar ik wil een huis en hier is €50 om een geit te slachten. Dan maak je het zeg maar materieel dat jij dat wil. Dus dan geef je het kracht. En dan, dus dat geld geven is al soort van iets waarmee je het materieel maakt. En dan dat bloed is ja een soort van daarmee snappen zij van, oh ja, dit is een soort van cadeau voor ons of zo. Krijg je ook bewijs dat ze dat doen? Krijg je een soort filmpje of zo? Oh nee, nee, omdat ik ken echt die man en ik weet wel echt dat hij het doet. Maar inderdaad, maar heeft hij een kunnen. Maar ja, ik gewoon dacht meer van, het soort van, I did it. Of, en heb je dan, heeft hij een hele business? Ja, dus het is een heel dorp wat soort van draait op spiritualiteit. En ik ben er dus ook laatst geweest en het is echt bizar. Want er lopen allemaal kinderen, Afrikaanse kinderen, Ghanese kinderen, helemaal donkere huid, donkere ogen, helemaal wit blond haar. Dus ik vroeg zo aan die man van, hoe kan dat nou? Want het waren er echt meerdere en ook niet geblondeerd. Want dan zou je zien dat het zo zwart, maar gewoon echt uit hun hoofd blond haar. Zeiden, ja, dat zijn spirit kinderen. Als een vrouw niet zwanger kan worden, dan komen ze soms hier. En dan, dan als je zeg maar niet zwanger kan worden, dan kan je wel nog een spirit kind krijgen. En dan komen ze er dus uit met blond haar. Zulke dingen. En er hangt ook echt een energie daar. Is het fijn daar? Ja. De tijd lijkt soort van stil te staan. Er is ook alcohol bij betrokken. Maar als je drinkt, word je niet dronken. Het is echt een soort van, ja, en gewoon echt een soort heilige plek. Maar er komen ook Ghanese mensen, maar ook mensen uit het buitenland. Gewoon iedereen. En het kan van, ik kan maar geen vriend krijgen, tot ik heb acne. Of echt allerlei soorten problemen. Westerse mensen ook? Niet zoveel, maar wel ja, als ze het kennen. Wow, wat interessant. Ja. Oké. Wij gaan door naar een volgende vraag. Maar niet voordat ik de aflevering afrond. Want we zijn al 3 kwartier aan het kletsen. Je gaat snel, hè? Ja. Maar ik vind het echt vet gezellig. Ik ook. Bedankt voor het luisteren. En volgende week kan je naar deel 2 gaan luisteren. Mazzel.